Ik vind dat we in de afgelopen jaren, we praten over het gezin, maar we hebben geen beleid daarop en we werken het ook niet echt goed uit. We zien het ook wanneer de regeerprogramma's gemaakt worden, dat het gezinsbeleid een heel achtergestelde positie krijgt met alle gevolgen voor die samenleving. We zien het vandaag de dag, we zien het aan het criminaliteitsvraagstuk, we zien het aan het verval van waarden en normen. We zien het aan wat er allemaal op de scholen gebeurt, wat er in de gezinnen gebeurt. Dus er moet een beter en sterk gezinsbeleid geformuleerd worden. Verder moet er ook voor gezorgd worden dat dat beleid gekoppeld wordt aan andere programma's, zoals hoe wil je ondernemerschap stimuleren. Want we denken dat ondernemerschap vanzelf ontstaat. Maar je kan geen goede ondernemers hebben als je geen sterke burgers hebt. Dus voor mij is het gezinsbeleid centraal. En van daaruit kunnen we elk ander programma aan vastkoppelen, zodat je een sterkere maatschappij krijgt. En natuurlijk moeten we goed nadenken hoe we de financiële middelen zullen vinden, maar zullen creëren. Want we praten over de programma's, maar in Suriname merk je pas wanneer de mannen aanzitten, of tenminste pas wanneer de regering gevormd is, gaat men zich druk maken van hey, hoe moeten we de financiën vinden. En dan krijg je van die bizarre ontwikkelingen en dan denk je bij jezelf, hoe wordt een land zo bestuurd? Ik denk dat het nu tijd is dat we van tevoren het financieel plaatje duidelijk maken, zodat mensen weten van waar gaan we de middelen halen, hoe komen we aan de middelen. Niet wanneer we daar zitten, dan gaan we plotseling komen met een heleboel belastingmaatregelen. Dat wordt verhoogd, dat wordt gedaan, waardoor die samenleving denkt, maar waarvoor, wat is dit nou? Ik denk dat het nu tijd is voor een andersoortig beleid. Ja, men zegt ook wel eens, het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Hè? Vandaar dat het zo benadrukt. Daaraan meteen gekoppeld, hoe vindt u dat het onderwijs moet worden aangepakt? Want daar schort er nog heel wat aan. Kijk, wanneer je het gezinsbeleid natuurlijk voorop stelt, dan weet je dat daaraan gezondheidszorg en onderwijs gekoppeld is. Want je hebt geen sterke burger als hij niet gezond is of als hij geen goed onderwijs heeft. En over het onderwijsbeleid kunnen we een heel programma maken. Er is een heleboel dat beter moet gaan. En we blijven erover praten. En er zijn bepaalde dingen die, als je mij vraagt, moeten we loskoppelen van het onderwijsbeleid. Wat een van de dingen is vervoer. Ik denk dat vervoer, ik zie dat er te veel druk wordt gemaakt bij onderwijs over schoolvervoer en dat soort dingen. Als je mij vraagt, moet dat naar TCT. Dat is een van de dingen waar ik voor pleit. Waarom? Omdat we een transportgedeelte hebben, een transportbeleid, dat anders moet worden uitgepakt. Nationaal vervoersbedrijf moet een totaal andere aanpak hebben. Als je een hele andere kijk op zaken, zodat je een beter beleid kan hebben. Zodat onderwijs zich over onderwijs gaat buigen en niet gaat zitten nadenken over hoe schoolvervoer gedaan moet worden. Wat dit, wat dat. Nee,